De Nijdag, die is weer een paar uurtjes oud. Wat zal het vandaag weer brengen? Wat gaat er goed en fout? Je ligt nog wat te dromen, begin van weer een dag. We maken onze plannen en we gaan weer aan de slag. Want in het dorp gaat alles zo stilletjes zien gaan. Elke week hetzelfde, al jarenlang. De meules draaien hun rondjes, de bakker bakt zijn brood. Kinder worden geboren, soms schudt er iemand dood. Zo gaat de dag voorbij in het dorpje op het platteland. Omroep Land van Kuik maakt een tour door de gemeente Sint-Tunis om alle 7 kerkdorpen te bezoeken. In Lanthorst waren we al. Vandaag, op deze stralende voorjaarsdag, zijn we op bezoek in Oplo. En het lijkt er wel op alsof we in het centrum van Oplo staan, zo bekend is ondertussen geworden het grote avonturenpark in het buitengebied. We gaan kijken en we gaan ook in gesprek met een heel groot aantal vrijwilligers die dit allemaal hebben gerealiseerd. We gaan het ook nog over het dorp zelf hebben. Frans, leuk hier in het avonturenpark. Ja hoor, is het wel leuk om af en toe één keer einde van de maand wel eens te helpen. Ja, hebben ze jou gevraagd of heb je je aangemeld? Aangemeld via Bronlaak, ja. Via een cursus. Ja. En wat doe je allemaal hier? Onder andere nou snoeien. Ja, ja, je bent nou aan het snoeien, maar je doet misschien ook nog andere dingen. Ik heb vorige keer ook boompjes geplant en ook wel eens hier in de boom ruikt ook met die palen. Dan. Maar je vindt het misschien nog ook wel leuk om gewoon een beetje te kletsen? Ja, af en toe, maar toch ook vooral een beetje met mensen te werken. En je slaat nooit over? Nee. Nee. Behalve als het voetbal weer begint, dan wel. Hoezo als het voetbal weer begint? Als het G-team weer begint, dan moet ik toch weer voetballen. Ja. Het is natuurlijk een prachtig park, hè? Ja. Ja. Wat vind je vooral mooi? Oh, ja, het openluchttheater of... Toch ook dat er dier en zo en ook zo'n mooie bomengaard. Ja, Tini Hendricks, je bent toch wel een beetje de aanjager ook van het ontstaan van dit park, hè? Mogen we dat zo zeggen? Ja, dat mag je wel zeggen, denk ik. Ja. Je moet wel een beetje gek zijn, denk ik, om dit te doen. Ja. Maar je krijgt heel veel mensen uit Oplo, heb je meegekregen, hè? Ja. Ja. Is dat een beetje karakteristiek voor de Oplo? Ja. Zoveel vrijwilligers? Oplo heb ik leren kennen als een dorp waar de mensen veel voor elkaar over hebben, ja. 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 En hoe dat komt, dat weet ik niet. Nee, dat weet je niet. Nee. Nee. Maar bedoel je ook een goede sfeer, hechtheid onderling? Ja, het is gewoon een heel prettig dorp om in te wonen. We ja. proberen zoveel mogelijk elkaar met rust te laten en elkaar in een eigen waarde laten. En ik denk dat je dan het verste komt. Ja. Hè? Actief dorp. Heel actief. Want ja, Oplo heeft weer wat. Dus, die gaan weer wat organiseren. Nou is dit avonturenpark natuurlijk, zeg maar, juf en het. Met heel ja, veel... dit is gewoon een pareltje. Ja, ja. He? Jullie hebben al een beetje rondgelopen, maar dit is... Ja, en dan zo dicht tegen het dorp aan. Ja. 4 hectare grond. Wat we eigenlijk mogen beheren, zeg maar. Ja. Ja, en dan ontstaat er van alles, hè. Ja, en nogmaals, je krijgt heel veel mensen mee. Je hebt heel veel vrijwilligers, ook zeg maar deskundige vrijwilligers. Tuurlijk. Ja. We hebben van alles. We hebben echt hele goede vakmensen. Ja. Maar we hebben ook mensen die alleen maar koffie kunnen drinken. Ja. Die zijn er ook. Ja. Maar die hebben we ook nodig. Ja. Huh? Want als je terugkijkt wanneer jullie begonnen zijn en wat jullie gerealiseerd hebben in al die jaren. Ja. Kun je dat startmoment nog herinneren? Ja, het allereerste moment was eigenlijk al 2006, denk ik. Ja, 2006. Ja, dat we met een groepje mensen bij elkaar zaten en zeiden van, er moet iets meer mogelijk zijn in Oplo.
En eigenlijk is in 2006 die graancirkel ontstaan. Ja. Hè? En inmiddels is het alweer 15, 16 jaar denk ik geleden. Ja. 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 En dan, ja, je hebt verschillende benamingen. Hè? We staan hier aan de voet van de speeltuin. Hè? Ja. Dat noemen jullie zo, openluchttheater, de speeltuin. Ja. Ja. Het laatste pareltje staat achter ons, hè? Ja. De boerderij, hè? De boerderij, ja. Ja. Want het was niet af, heb ik net ook nog gehoord. Nee, dat klopt. We misten nog wat. Ja. En we proberen ook elk jaar weer iets te doen, dat we natuurlijk onze club vrijwilligers wel aan het werk kunnen houden. Want als we daar geen werk voor hebben, dan, nee. Ja, dan komen ze ook niet. Hè? Dan zeggen we van ja, dan ga ik zelf maar in de tuin aan de gang of zo, ja. Weet je wel. Dus we moeten elk jaar wel iets bedenken. En ja, toen kwam in één keer dat grote project natuurlijk, hè? Ja. De boerderij. En ja, als je ziet hoe dat gelopen heeft met vrijwilligers. En natuurlijk is er overal wel eens iets dat je denkt van hé, daar moet net even iets anders over. Maar ik moet zeggen dat dit de trots geworden is van alle vrijwilligers. En iedereen is er zo bij betrokken dat de werkzaamheden die er gebeurd zijn, hebben we eigenlijk niet eens hoeven te plannen. Want het ging vanzelf. En als dat gebeurt, ja, dan ontstaat er iets moois. Ja. Ja. Openluchttheater is nauw verbonden natuurlijk met de parkboerderij, hè? Ja, helaas door de corona hebben we natuurlijk nog geen gebruik van kunnen maken dit jaar. En dat zal dit jaar ook wel niet meer gebeuren, denk ik. Misschien ook op kleinschalig nog, dat we dat kunnen doen. Maar ja, volgend jaar gaan we los. Dan gaan we natuurlijk... Ja. Toch opmerkelijk, hè? Actief dorp. Dorp wat uitdagend is in zekere zin ook. Hè? Van, ja, wij hebben weer wat, al zullen ze dat niet zo gauw zo zeggen. Ja, ja. Zou jij nou eens ook andere aspecten van het dorp willen reageren als ik een steekwoord geef? Bijvoorbeeld Bronwaak. Ja. De relatie oploop Bronwaak. Heel nauw verbonden met het dorp. Ja. Ik weet nog, toen ik hier in Oploop kwam wonen, en dat is tenminste ook alweer bijna 40 jaar geleden, dat Bronwaak heel erg betrokken was bij Oploop. En ze hebben ook toen met de carnaval en met de kermis en met de optochten, was altijd heel veel aanwezig. Daarna is dat een beetje minder geworden. Maar gelukkig hebben ze de laatste jaren ook, zowel uit Bronwaak als van Oploop, gezegd, jongens, we moeten weer samen aan de slag en we moeten weer samen. Dus al hetgeen wat we hier ook doen is heel nauw verbonden met Bronwaak. Ja. En de medewerkers van Bronwaak komen hier ook werken, komen hier klussen. Straks in de boerderij gaan we van allerlei dingen organiseren waar ook Bronwaak gebruik van gaat maken. Dus ja, volgens mij wordt dat heel mooi. Ja. Wij kunnen zeggen van hier heb je de sleutel, gebruik het gebouw goed en laat het weer netjes achter. Ja, dit is, het lijkt me fantastisch straks. Maar we moeten nog even wachten, ja, helaas. Ja. Een andere karakteristiek verschijnsel zijn de molens. Hè? Ja. Waarom zijn die zo karakteristiek? Watermolen? Ja, watermolen, windmolen. Hebben natuurlijk altijd bij Oploop gestaan. Al heel lang, al eeuwen natuurlijk. En ja, het beheerst het water, het beheerst het, de omgeving, het beheerst... het zegt iets over Oploop. En ja, het is gewoon unieke historische water. Natuurlijk een watermolen en een windmolen zo vlak bij elkaar. Ja. Ja. Muziek, bandjes. Ja, ja. Ook heel bijzonder. Zeg het maar. Ja. Altijd is kortjakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Altijd is kortjakje ziek, midden in de week, maar weekend. Het komt van alle kanten van Oploop. Het is niet zo dat er alleen maar een fanfare is of zo, wat muziek gemaakt wordt. Nee, uit allerlei geledingen, komen bandjes, komen muzikanten, komen. En dat, ja, ik heb dat ook ervaren in die 30 jaar, 35 jaar dat ik hier woon, dat het heel leuk is en dat het hele mooie dingen ontstaan. Ja. Voor de iets ouderen misschien? Ja. Wielrennen? Ja, wielrennen. We hebben natuurlijk de Verkatwijks gehad. Hè? Ja.
Frans, Piet en Jan. Die natuurlijk ook beroemd zijn geworden met hun wielersport toen de Frans gereden hebben. Ja. En ja goed, er komen nog steeds door mensen door oploopfietsen die speciaal op zoek gaan naar de Van Katwijk. Ja. Dus dat is wel... Naar het monument. Maar het monument was ja. Er natuurlijk hier voor hun neergezet is. Ja. En ja, dat is natuurlijk bijzonder dat ze na al die jaren nog steeds naar die mensen op zoek zijn. Ja. Ja. Die hebben ook de kaart gezet, hè, want tuurlijk. Ze zijn een bekend wielrenner. Tuurlijk, Tour de France, en als je daar mee rijdt, dan is dat prachtig. Tontje de Dwerg. Ja, markante figuur. Ja. Ik denk dat hij nu trots terugkijkt op Oplo, denk ik. Dat hij ziet wat er geworden is en hoe, ik denk toch wel dat hij een moeilijk leven gehad heeft. En hij heeft het niet makkelijk gehad, maar... Ik denk dat we Tontje wel weer op de kaart gezet hebben. Ja, het verhaal blijft nog steeds leven. Iedereen kent hem. Het liedje van Oef natuurlijk, van Tontje. Ja. Het standbeeld wat we ook voor hem neergezet hebben. Ja. Want hier hangt men ook aan het heen. Hè. De heenkunde heeft hier ook heel veel... Het is van alles op. Hè. Ja. Tony ging zijn eigen gang, was voor de duvel nog niet bang. Voor de duvel nog niet bang. Prachtig park, hè? Ja, mooi. Het is, en wat er allemaal voor doen, hè. Het is geweldig, hè. Ja. Moet kijken hoeveel mensen er nou weer bezig zijn om ik vind het fantastisch, hè. Ja. Allemaal vrijwilligers, ja. Ik ben je naar de weg, hè? Ik begin, hè. Hoi, jongens. Hallo. Je kunt op zo'n mooie zaterdag toch ook iets anders gaan doen? Ja, dat kunnen we zeker. We gaan gewoon fietsen. Maar vanmiddag gaan we fietsen. Een familiedag. Dus verder met de gekkers lekker in het park samen werken. En NL doet het. Dus het doet altijd goed hier in dit park. Jullie zijn al lange jaren bezig? Of? Wij zijn hier al jaren eigenlijk vanaf het begin. Ja. Werken we hier aan het pareltje, zeg ik altijd. Straks het toekomstige land van Kuik. Daar is het hier. Hè? Nee, je zei net van zo'n mooie dag, maar dit is gewoon prachtig in zo'n dag, in zo'n omgeving. Ja. Met zoveel vrijwilligers en die allemaal te doen. Dat is gewoon, jullie hebben wel een team, hè? We hebben een team, zeker. Een heel goed team. En meestal wel 15, 20 mensen die op de klussen dacht, is iedere laatste zaterdag van de maand. Dus die. En altijd gezellig met onze koffiedames erbij, die zorgen voor iets lekkers erbij en alles. Dus het is altijd ik denk dat jullie ontspanning. Ook een beetje trots zijn. Wij zijn hier best trots op het resultaat we hier afgelopen jaar neergezet. Ja, met al die handjes en de mensen niet te vergeten achter de schermen. Hè. Want niks vanzelf. Hè. Want jullie hebben stappen gezet. Hè. Het is, zeg maar hoe het begonnen is. Ja, hoe is het begonnen? Het is eigenlijk een dorp daar. Die is toen dat was vanuit de provincie om de leefbaarheid van plattegrond te bevorderen. Er zijn er zo wat initiatieven. Is hier toen heel kleinschalig opgezet en uiteindelijk is er op verder geduurd en uitgegroeid tot hetgeen wat het nou geworden is. Dus dat is eigenlijk een beetje de oorsprong. Is het eigenlijk met 2006, Harry? Wat zei die? Is dat niet 2006? Dus zo. Dat kunnen de eerste stap. Want de eerste term die ik me kan herinneren is graancirkel. En die kant zijn we de graancirkel begonnen. Ja, met het graancirkel wandelpad ook, wat ook nou verlegd is rondom het sportveld en alles. Ja. En dat sluit straks mooi aan op het nieuwe bouwplan Leeuwenleen. En vanaf Leeuwenleen kunnen we aan deze kant de graancirkelpad lopen. Zodat we bij het openluchttheater, bij de parkboerderij, het sluit alles mooi bij elkaar. Ja. Leeuwenleen ligt ook in die wandelroute. Ligt in die wandelroute, die verderop in Oploren is. Daar ligt ook in een pad van bijna 2 kilometer, waar ook gewandeld kan worden. Ja. Ook in graanveld bezicht kunnen worden. En zeggen jullie eigenlijk nou, in een 5 kilometer pad, vanaf hier zeg maar, door de kern, langs de Smoel. En dan weet je door bij de driehoek. Ja, daar ligt het. Ja. En dan hebben jullie zoiets van: nou is het klaar? Nou hebben we. Dit is nooit klaar. Dit is nooit klaar. Nooit. Ja, hier is altijd
Ja. Je komt andere ideeën. Zoals toch een, bijvoorbeeld een bakkershuis. En als één project klaar is, dan wordt er toch weer iets nieuws verzonnen. Je moet eerst een mensenlijn hebben, die moet eerst een half jaar moet die nog aan een ander huis werken. En als die dat klaar heeft, dan komt hij hier weer. Je hebt een hele boerderij, je hebt duizend uur in de boerderij zitten, de Smart Hermans. En die zet van oostdekken zat. Zo doe ik eerst van mijn zoon en dan kom ik het bakkershuis bouwen. Ja. Zo heb ik het gehoord. Dat het gaat gebeuren. Privé natuurlijk, heb ik af en toe zijn aandacht. Dankjewel, want jullie kunnen zo praten. Ja. Je kunt hier nog uren praten, ze willen. Nee, dat zou nog wel even door kunnen gaan. Ja, ja. Succes. Dank je. We hebben van Tini al het een en ander gehoord over het ontstaan van dit park, maar ze zei, Toon, die weet dat allemaal nog wel, hoe het zich in volgorde heeft afgespeeld. Dan was de start in. Het parkaanleg is in 2012 geweest. Toen hebben we die paden allemaal aangelegd. Dus na de dorpenderby, toen hebben we een prijs gewonnen met de dorpenderby. Toen willen we eerst een avonturenpad aanleggen. En toen hebben we in overleg met de gemeente de beschikking gekregen hier over 3,5 hectare grond om te mogen gebruiken. En toen kwam het idee om een heel park aan te gaan leggen. Toen hebben we in samenwerking met Brabants Landschap een plan gemaakt. En daar zijn deze paden allemaal uitgetekend. Toen hebben we veel grondwerk verricht. Al het grond uit de poelen gekomen is, hebben we allemaal weer gebruikt als onderverhaling voor de paden. Allemaal gebroken puin erop. En nu liggen de paden er 9 jaar en we beginnen ze slijtage te vertonen. Doen een reparatielaagje erop en dan is alles weer prima. Ja. En toen, we zijn met veel vrijwilligers en al die vrijwilligers hebben allemaal heel veel ideeën. En iedereen heeft inspraak en dan komen allemaal weer nieuwe plannen. De graanveldjes hebben aangelegd. We hebben windmolen gebouwd, we hebben een ooievaarsnest, hier de hooibergschuur gebouwd. En er zijn er weer nieuwe plannen in ontwikkeling, een stukje natuur erbij weer. En in 2014 kwam oud-burgemeester Jos Verbeten met het idee om een openluchttheater te bouwen. Of hij vroeg of dat eventueel bij ons in het park zou kunnen. Hij had al overal rondgekeken waar het mogelijk zou kunnen zijn. En toen kwam hij bij ons met dat idee en dat zag weer helemaal zitten. Toen, en alles wat we doen, doen we eerst een overleg met de buurtbewoners. Die roepen bij elkaar en dan vragen we wat hun ervan vinden. En dan samen maken we dan een plan. En zo is het openluchttheater ontstaan. En toen we het openluchttheater klaar hadden, toen begon het. Want dan heb je in één keer heel veel faciliteiten nodig. En dat schortte het heel erg aan en we hadden het budget op. Dus dan moesten we weer creatief te werk gaan. En toen zijn we het idee op gaan pakken om een voorzienend gebouw neer te zetten. Eerst hadden we het over schaapskooien. Want we moesten de jongens die hier aan mijn vrijwilligerswerk doen, die moeten spullen hierop kunnen slaan, die moeten een kopje koffie kunnen drinken. We moesten mensen fatsoenlijk kunnen ontvangen in het theater, we moesten een goede toiletvoorziening hebben. De artiesten moesten goed kunnen ontvangen en die moesten een goede kleedruimte hebben. En met het hele plan zijn we naar de gemeente gegaan en toen had toenmalig wethouder Ingrid Vronken zei tegen ons, jullie moeten maar eens bij de gemeente aankloppen, want er zijn echt wel mogelijkheden. Nou, dat hebben we dus gedaan en toen kwam inderdaad ook later de Vitale Kernenproject. En met gevolg ervan dat wij mooie subsidie kregen van de gemeente. We werden eerst in aanvraag indienen, want we stonden helemaal start klaar. En we konden eigenlijk vrij snel beginnen. Met als resultaat hebben we een heel mooi gebouw neer hebben gezet met z'n dat allen. Hoor ik jou zo ongeveer zeggen, dat was de grootste klus. Dat was wel de grootste klus, ja. Dat was wel een grote klus, maar we hebben het goed voorbereid. We hebben eerst een technische commissie gevormd van 9 personen. En we hebben het geluk dat we veel vrijwilligers hebben met veel kunde. Veel mensen met technische vaardigheden. Ook veel buurtbewoners. Er zitten allemaal mensen hier hun materialen inzetten en die meehelpen. En gezamenlijk, daar kunnen we heel veel. Kun je van alles maken. Ik hoorde eerder
collega's net al zeggen van ja, maar het is nog niet af, we hebben nog nieuwe ideeën. Nee, we blijven bezig, ja. Maar ja, nieuwe ideeën vertel ik niet, want dat doen we eerst met de vrijwilligers overleggen. Ja. We hebben ieder jaar een vrijwilligersavond en dan presenteren we onze nieuwe ideeën en dan mogen ze zeggen wat ze van vinden. En hun bepalen dan wat we doen. Zijn jullie er trots op als dorp? Ja, we zien gewoon dat de mensen er allemaal van genieten. Ja. En wij als vrijwilligers hebben er veel plezier aan. Het is heel leuk samenwerken allemaal. Het is een mooie combinatie, want er zitten boeren bij, burgers en buitenlui. Je hebt elkaar allemaal nodig, je hebt die machines nodig. Ja. En dat werkt heel goed samen. En hier en daar kun je wel wat, ik mag dat misschien een beetje onpopulair zeggen, wat ritselen van dat je hulp krijgt. Of dat hoort erbij. Wat materialen ergens vindt. Of... Dat hoort erbij, je moet creatief zijn. Hè? Ja, ja. De Nijdag, die is weer een paar uurtjes oud. Wat zal het vandaag weer brengen, wat gaat er goed en fout? Je ligt nog wat te dromen, begin van weer een dag. We maken onze plannen en we gaan weer aan de slag. Want in het dorp gaat alles zo stilletjes zien gaan. Elke week hetzelfde, al jarenlang. De meules draaien hun rondjes. De bakker bakt zijn brood, kinder worden geboren, soms schudt er iemand dood. Zo gaan de dag voorbij, in het dorpje, op het platteland. Zo gaan de dag voorbij, in het dorpje, op het platteland. En soms zitten we wat te hangen, en kieken voor ons uit. Niks om over te praten, we gaan er even uit. Samen een eindje lopen, je gaat het dorpje rond. Je kent nog elk plekje van oude geboortegrond. Het is avond, een koude wind, de lucht is rooi verbrand. Je hoort de klokken luien, je leest nog oude krant. Zo gaat het dagelijks heen, soms langzaam dan weer vlug. Maar die goeie en slechte dingen komen merger weer terug. Want in het dorp gaat alles zo stilletjes zien gang. Elke week hetzelfde, al jarenlang. De meules draaien hun rondjes. De bakker bakt zijn brood, kinderen worden geboren, soms schudt er iemand dood. Zo gaan de dag voorbij, in het dorpje, op het platteland. Zo gaan de dag voorbij, in het dorpje, op het platteland.